Heel Vierde leek te zijn uitgelopen voor de opening van de tunnel. Er waren toespraken. Naast muziek. En minister Pieter van Vollenhoven onthulde een plaquette. Ik wou eerst zeggen, dames en heren, vanwege de VVS-veiligheid laten die plaquetten hier staan. De tunnel is vernoemd naar kunstenaar Fedor van Krechten, die lange tijd woonde in Vierde. De burgemeester is maar wat blij met zijn nieuwe tunnel. We hadden hier vlakbij waar ik nu sta twee spoorwegovergangen met heel veel druk treinverkeer. Want de Intercity uit Enschede, Hengelo, Almelo, die richting Deventer gaat, die stopt hier niet. Dus je had twee spoorwegovergangen vrij dicht bij elkaar met heel veel verkeer erover, met heel onveilige situaties. En de spoorbomen die heel vaak dicht waren. De spoorwegovergangen zoals ze waren en zoals er nog veel zijn, we hadden er te veel in Nederland. Op 2800 kilometer hadden we vroeger 3000 spoorwegovergangen. Dus dat was al een groot probleem. En als je het wilde veranderen, nou dan moest je, als je hier al kwam, is er 60 jaar over gesproken. Nou dan weet je precies, omdat iedereen zat te zeuren over het geld. Dus dan is het na 60 jaar wel een grote vreugde dat dit voorbij is. En bovendien is zo'n tunnel heerlijk om lekker met je fiets onderdoor te chasen.